is natuurlijk voor de Rooms-Katholieke parochie is het natuurlijk heel vervelend dat kerken moesten worden afgestoten. En dat was voor ons natuurlijk een unieke gelegenheid. Echt als een zegen van boven hebben we dat ervaren. Dat we dit zo mochten krijgen, ja. En dat ze wilden dus eigenlijk Rooms-Katholiek hierin zaten. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar goed, waarom zou deze traditie als kerkgebouw, hoewel katholiek, niet naar een gereformeerde setting om kunnen? Dat kan makkelijk. Hebben we nu al gemerkt en dat gaat heel prima. De samenwerkingsgemeente heeft er dan ook bewust voor gekozen sommige katholieke elementen in de kerk te behouden, waaronder het altaar. Het is prachtig geworden, zo licht, zo stralend. Ik vind het wel bijzonder, ondanks dat ik dus gewoon hervormd ben, maar is ook met de gereformeerde kerk samen en met de Lutherse kerk. Ik hou niet van hokjes, ik hou van samen. Ik zat hier zo net naast een katholieke echtpaar en we hebben daar ook weer over gehad. Hoe verschrikkelijk veel overeenkomsten. Er staat ook zo'n kaars voor in. Ik zei, nou, dat hadden jullie ook al. Mooie mix dus. Mooi, ik vind het wel, ja. Ik vind het echt hoor, ja. De hele week wordt nog de opening van de Koningskerk gevierd.